ik zal het netjes uitdrukken, belazerd. Dat zegt een van de commissarissen nadat ze onder druk van wethouder Visser zijn afgetreden. Cultuurhuis De Klampen heeft geen bestuur meer. Wat de gevolgen zijn voor het cultuurhuis in Westerhaar is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het nu in erg ruw vaarwater terecht is gekomen. En de manier waarop dat gegaan is niet netjes, zeggen de opgestapte commissarissen in koor. Als we even terugkijken, de gemeente heeft toen een scenario op tafel gelegd, een begroting op tafel gelegd, waarvan wij eigenlijk van meet af aan hebben gezegd dat het niet kon. Zij hadden blijkbaar daar hele hoge verwachtingen van. Nou, dat komt nu niet uit. En ja, het lijkt er een beetje op alsof wij de Zwarte Piet krijgen toegeschoven op dit moment. Ja, daar zijn we ook ernstig teleurgesteld over. En we hebben ook het gevoel dat we dat niet verdienen. En ook de cijfers die logen straffen dat. Ik heb alleen gezegd van dat als je dus steeds schulden maakt en je grijpt niet in. Als je dus na 5 jaar zegt van onze huurcontracten zijn verkeerd en je sluit dezelfde weer af. Ja, dan heb ik dus wel vraagtekens bij je functioneren op dat terrein. Je zit daar en je mag niet wat terugzeggen. Dus je moet het gewoon over je heen laten komen. Maar ik vond het niet getuigen van enig niveau. Wij bepalen wel en wij weten wel wat goed voor jullie is. En u hebt maar te luisteren. Terwijl er een aantal raadsleden in de raadsvergadering ook gezegd hebben dat de gemeente ook zelf boter op zijn hoofd heeft. Volgens wethouder Visser zijn de chronische tekorten op de exploitatie er de reden van dat de gemeente nu ingrijpt. Volgens de ex-commissarissen is dat volledig te wijten aan de opstelling van de gemeente. Want volgens hen had wethouder Visser al bij de start van De Klampen een veel te rooskleurig beeld van de inkomsten uit het cultuurhuis. We zijn min of meer gedwongen af te treden. De wethouder heeft met de deurwaarde gedreigd. Ik ben van mening dat je niet chanteert als je zegt van ik wil het geld binnenhalen wat jullie verschuldigd zijn. Maar u heeft gezegd als jullie dat niet doen, aftreden, dan komt de deurwaarde bij jullie op de stoel. Ja, maar dat heeft dus te maken met dat wij dus een 130.000 euro nog te vorderen hebben. En dat is dus best een heel groot bedrag. Maar meneer Netters, dat klinkt wel gewoon echt gewoon glashard als een chantagemiddel. Ja, zo voel ik het ook, ja. Chantage? Ja. Maar dat kan toch niet waar zijn in een democratisch land, een democratische gemeente? Nee, dat vinden wij ook en dat kan iedereen wel vinden, maar het gebeurt kennelijk toch nog steeds. Voor Twente Rand is de weg vrij om alle personeel van De Klampen te ontslaan. De toekomst van dit cultuurhuis is nu in handen van wethouder Visser.